Het enige wat ik weet is dat ik vroeger nam altijd slaaptabletten voor een... Ja, ik was gek op tabletten. Oh. Maar ik nam altijd een slaappil voor de wedstrijd. Maar toen ik... Maar dat durfde ik nooit te zeggen bij Ajax. Want er komt weer zo'n jong lulletje aan, weet je. Die heeft ook wel weer van alles aan zijn hoofd. Mm. Maar toen nam ik altijd mijn toenmalige schoonvader, die had... Ja, die had hele zware valiumtabletten. Oh. En daar schijn je ook nog wel gradaties in te hebben. Van 5 milligram, 10 milligram, 15, 20. Daarom gaat het ook omhoog, ja. Ja, en hij had hele zware. Van 100. Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had wel een dag nodig om wakker te worden. Maar dat deed je echt altijd voor de wedstrijd? Nou, ik had gewoon... Nee, maar dat is met slaapproblemen vaak. Is dat als je... Nee, ik dacht gewoon, ik wil gewoon fit zijn morgen. Ja. Dus ik hoop niet dat ik de hele nacht wakker lig, weet je. En, maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk een psychisch dingetje. Ja. Dan denk je al van tevoren dat je niet gaat slapen. Dus dan nam ik altijd bij voorbaat gewoon een pil. Maar dat hielp wel. Ik had dat ook. Nou, dan sliep ik lekker. Ja, maar je werd toch wakker op tijd? En, en het ging ook best wel aardig verder. Dus op voetbalgebied. Ja. Ja. Ja, ik had dat ook met die pillen. Ja, serieus. Maar ik bij Everton, want ik had heel veel stress en heel veel problemen en zo. Dus ik ging elke keer bij die dokter in die kamer in. En dan lag er weer zo'n doosje slaappillen. En dacht van, oh, dan kan ik gelukkig slapen vanavond. Dus die had ik ze weg. En die dokter die was weer volgende dag aan het zoeken. Waar zijn die slaappillen? Die had ik al in mijn zak zitten. Dat was zo erg was het dus. Ah, ja. Hè? Ik kon niet slapen, jongen. Want ik had alleen maar dingen aan mijn hoofd. En... Maar voor de wedstrijd of wat? Nee, maar ik speelde nooit. Bij Everton speelde ik nooit. Ik moest alleen maar trainen. Maar ik had gewoon privé heel veel problemen. Ja, ja. Dus met mijn dochter, met mijn ex-vriendin en dit en dat. En met de trainer dan. Dus ik zocht ook een manier om te gaan slapen. Maar is er niemand binnen zo'n club waar je daarmee kan sparren of praten? Nou, wat hij nu wel gedaan heeft. Het was toen wel, je had daar wel iemand lopen en zo. Maar dat was niet zo intensief zoals het nu is. Weet je wel, dat je heel veel geholpen wordt. Dan kun je gewoon aankloppen bij iemand en kun je gaan praten. Maar ik dacht dus ook zo, ik kan het zelf wel. Maar dat kon ik dus niet. Nee. Want ik was mentaal niet sterk. Dus... Had je hem wel kunnen helpen misschien? Ja, ik bedoel ook die keer dat je... Was dat ook door die slaappil dat je toen zo omviel? Of was dat iets anders toen? Nee, ik weet het niet. Die had ik van Wim geleend. Die. Maar wat gebeurt er? Dat is een grap toch, dit of niet? Nee. Hij valt flauw. Echt. Ja, waarom val je dan flauw? Ja, valium. 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 Nee, je weet nog steeds niet waarom, toch? Of... Ja, er was toen iets met mijn zout of zo. Te weinig zout gegeten. Ja, ja. Te weinig zout. Ja, dat kan gebeuren allemaal.